Het scheepswrak op de bodem van de Oosterschelde is dat van de vermiste kustvaarder de Globe. Dat blijkt uit onderzoek van de duikers van wrakduikstichting De Roompot. Het wrak werd in de jaren 80 voor het eerst gelokaliseerd, maar eerder onderzoek dat leverde toen nog niks op. Een scheepswrak in de Oosterschelde. Op deze locatie ligt het om precies te zijn. Een interessant object voor duikers. Wrakduikstichting De Roompot stortte zich vanaf 2008 op het mysterieuze schip om voor eens en voor altijd zijn identiteit te achterhalen. En we troffen in dit geval tussen die twee gele boeien, daar troffen we een geheel intact wrak op zijn kiel aan. Volledig met bewapening en volledig compleet. Wisten jullie toen al om wat voor schip het ging? Nee, we hadden wel een vermoeden. Het stond ook in de literatuur, stond ook alle vermoeden beschreven, maar we wisten niet exact zeker welk schip het was. Waarom staat nu vast dat dit de Globe is? We hebben wat onderzoek gedaan naar zowel de logboeken van de marine, van de Duitse marine, van de Engelse luchtvaart. En daarnaast hebben we het gekoppeld aan tekeningen die we hebben gevonden. De Globe was een Groningse kustvaarder die in 1941 omgebouwd werd tot Duits oorlogsschip. Dit schip werd speciaal gebruikt voor de bewaking van eventueel konvooien die langs de Nederlandse kust voeren. Of voor bewaking en bescherming van schepen bij de riviermondingen. Met name even Westerschelde, Oosterschelde en die vaarwegen. Het schip is tot zinken gebracht door een luchtaanval. En de Engelse luchtmacht, met name de jagers, die zaten echt in de riviermondingen om die schepen tot zinken te brengen. En daar is dus de Globe ook slachtoffer van geworden? Daar is de Globe ook slachtoffer van geworden. Ja, wat was uw reactie toen u helemaal door had van dit is de Globe? Ja, dat is geweldig. Je werkt samen met verschillende werkgroepen, met verschillende stichtingen. En als op een gegeven moment alle puzzels bij elkaar komen, dan is de puzzel compleet. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dan weet je echt precies wat er ligt en waar het ligt. En vooralsnog blijft de Globe daar gewoon liggen.